Dit is deel 2 van college 5. In het eerste gedeelte hebben we het gehad over zelfconcept. Dus hoe we onszelf eigenlijk leren kennen. Maar als we dat beeld hebben van wie we zijn, wat vinden we dan vervolgens van onszelf? Daar gaan we het nu over hebben. We gaan het hebben over zelfvertrouwen. Eigenlijk de algemene evaluatie van jezelf. Vind je jezelf leuk? Of vind je jezelf misschien helemaal niet zo leuk? Nou, om dat te meten kan je gebruik maken van een vragenlijst. De zelfvertrouwen vragenlijst, oftewel de Rosenberg Self-Esteem Skill. Ontwikkeld door Rosenberg al in 1965. Dus de schaal is al hartstikke oud. Maar nog steeds wordt hij heel erg vaak gebruikt. Ik heb hem zelf ook regelmatig al gebruikt in mijn onderzoek. En het is een hele betrouwbare schaal om mensen zelf te laten reflecteren op hun zelfbeeld. En een idee te krijgen wat mensen van zichzelf vinden. Nou, ik zal jullie nu de items van de self-esteem skill voorleggen. En dan kan je zelf ook een beetje in je hoofd antwoord geven op die vragen. En op die manier een inschatting maken van jouw niveau van zelfvertrouwen. Nou, kijk even mee. Eerste item is: over het geheel genomen ben ik zeer tevreden over mezelf. Nou, als je die vraag ziet, dan is het altijd de opdracht om aan te geven in hoeverre je het eens bent met die stelling. En heel vaak is dat op een schaal van 1 tot 5 of 1 tot 7. Waarbij 1 staat voor helemaal niet mee eens en 5 of 7 voor helemaal mee eens. Nou, een hogere score op deze vraag, dus dat je het er meer mee eens bent, geeft aan, is een indicatie van hoger zelfvertrouwen. Tweede item, ik denk soms dat ik nergens goed in ben. Kijk, hier gebeurt iets interessants. En dit item is een hogere score, is een lager zelfvertrouwen. Dus dit noemen we een reverse scored item. En bij een goede vragenlijst zijn dit soort items staan er eigenlijk altijd wel in. Om mensen een beetje scherp te houden. Dat je niet gewoon overal gewoon zomaar blindelings hetzelfde antwoord geeft. Je moet echt blijven opletten. Want als je hier een hogere score hebt, dan is dat natuurlijk een indicatie van lager zelfvertrouwen. Dus als uiteindelijk de onderzoeker een beeld wil krijgen van zelfvertrouwen, moet hij dit item hercoderen. Reverse score. Nou, dan gaan we verder. Ik denk soms dat ik een aantal goede kwaliteiten bezit. Ik kan de meeste dingen minstens net zo goed als de meeste anderen van mijn leeftijd en of opleiding. Ik denk dat ik niet veel heb om trots op te zijn. Ik voel me soms wel eens nutteloos. Ik denk dat ik een waardevol iemand ben. Ik wou dat ik meer respect voor mezelf had. Ik vind mezelf over het algemeen een mislukkeling. Ik sta positief tegenover mezelf. Nou, hier zie je alle items. En bij sommigen is het dus zo dat een hogere score geeft aan meer zelfvertrouwen. En soms is het zo dat een hogere score minder zelfvertrouwen weergeeft. Als je het gemiddelde dan van deze schaal berekent, krijg je een score ergens tussen de 1 en 5 of 1 of 7. Afhankelijk van hoeveel punten de schaal heeft. En een hogere score wil dus zeggen meer zelfvertrouwen. En dat, meer zelfvertrouwen, dat willen we eigenlijk allemaal. Mensen zijn van nature heel erg gemotiveerd om een hoog zelfvertrouwen te hebben. Het is zelfs een van onze fundamentele menselijke motivaties. Ons zelfverbeteringsmotief. We willen een goed gevoel hebben over onszelf. Dat zelfbeeld en je evaluatie over jezelf is dus gevat in je zelfvertrouwen. Het is belangrijk om te realiseren dat er eigenlijk twee manieren zijn om te kijken naar zelfvertrouwen. Je kan zelfvertrouwen bekijken als een trait. En dat wil zeggen als een persoonlijkheidseigenschap. Een relatief vaststaande eigenschap die kan verschillen van persoon tot persoon. Net als andere persoonlijkheidskenmerken, zoals bijvoorbeeld hoe extravert je bent of hoe neurotisch je bent. Dat zijn ook individuele verschillen. En op die manier is zelfvertrouwen ook een trait, een persoonlijkheidseigenschap. Sommige mensen hebben dus een hogere mate van zelfvertrouwen van nature en andere een lager. Maar het is ook een state, dus een tijdelijke staat. Die kan fluctueren van het ene moment en het andere moment. Dus het ene dag kan je een hoger zelfvertrouwen hebben dan de andere dag. Nou, hoe kan dat? Waar komt dat door? Waar komen die schommelingen in ons zelfvertrouwen, waar komen die vandaan? Nou, ten eerste kunnen die komen door jouw succes of het falen op domeinen die belangrijk voor jou zijn. Dus stel je voor, jij vindt je studie superbelangrijk. Nou, ik hoop dat dat voor jou geldt, dat je je studie superbelangrijk vindt. En je werkt heel erg hard en je doet heel erg je best. Je hebt bijvoorbeeld heel veel geleerd voor je psychologie tentamen. Uiteindelijk maak je dat tentamen en heb je echt een superhoog cijfer en je bent helemaal blij. Op dat moment gaat jouw tijdelijke zelfvertrouwen waarschijnlijk omhoog. Je hebt succes op een domein die belangrijk voor jou is. En dat reflecteert een hogere tijdelijke zelfvertrouwen. Als je een heel laag cijfer hebt en het is heel erg belangrijk voor jou om goed te studeren, heb je waarschijnlijk tijdelijk een wat lager zelfvertrouwen. Nou, dat is wel belangrijk om nog even goed te onthouden dat het dus echt gaat alleen op domeinen die voor jou belangrijk zijn. Kijk, als je bijvoorbeeld op een avond gewoon gaat bowlen bijvoorbeeld, en je gaat nooit bowlen en het interesseert je ook helemaal niet hoe goed je daarin bent, en tot jouw eigen verbazing gooi je de ene strike naar de ander en je wint die avond,
heeft het waarschijnlijk weinig effect op jouw zelfvertrouwen. Omdat ja, het bowlen nou eenmaal niet zo belangrijk voor jou is. En als je het heel slecht doet, ja, voelt misschien niet helemaal lekker, maar waarschijnlijk heeft het geen invloed op jouw zelfvertrouwen. Dus het domein moet wel echt belangrijk zijn voor jou. Nou, het tweede aspect wat heel erg belangrijk is voor je zelfvertrouwen, is je sociale omgeving. Je zelfvertrouwen zegt ook heel erg veel over hoe lekker je voelt in relatie tot anderen. Dat wordt ook gesteld in de sociometer theory. En dat is een theorie die eigenlijk zelfvertrouwen ziet als een soort van graadmeter voor hoe goed het gaat met jouw interpersoonlijke relaties. Daar is ook best wel veel bewijs voor. We zien bijvoorbeeld bij kinderen die gepest worden of buitengesloten worden op school, dat die een lager zelfvertrouwen krijgen. Echt actief krijgen door het buitengesloten worden. En ja, ze voelen zich minder waardig. Ze voelen zich er niet bij horen. En ja, dit is dus ook heel erg schadelijk voor het zelfbeeld. En dat kan uiteindelijk, zo'n state, kan uiteindelijk ook een trait worden. Dus als jij voortdurend wordt buitengesloten, je hebt gewoon het gevoel, ik hoor er niet bij. Mensen kijken niet naar me om. Dan kan dat uiteindelijk ook echt een deel worden van je identiteit. En dat is natuurlijk heel erg, heel erg pijnlijk en ook kwetsend. Nou, wat hierbij dus belangrijk is dat andere mensen, hoe andere mensen op jou reageren, dat invloed heeft op je zelfvertrouwen. En dat zien we ook bijvoorbeeld als we kijken naar de rol van geslacht. Jongens en meisjes verschillen ook in hun zelfvertrouwen. En dat heeft ook te maken met de manier waarop zij benaderd worden. En vooral op het domein van schoolsucces en studiesucces. Zo is gebleken in een onderzoek wat gepubliceerd is in het vooraanstaande tijdschrift Science, dat meisjes al vanaf dat ze 6 jaar zijn, eigenlijk beginnen te geloven dat bepaalde activiteiten niet voor hen zijn weggelegd, omdat ze zichzelf zien als niet slim genoeg. En als ze bijvoorbeeld de opdracht krijgen, omschrijf een heel erg slim persoon, dat vanaf de leeftijd van 6 jaar meisjes een jongen gaan omschrijven. Dus ze zien eigenlijk een jongen meer als prototype slim. En niet een meisje. En jongens beschrijven ook gewoon jongens. Dus op de een of andere manier ontstaat er een beeld dat jongens slimmer zijn dan meisjes. En dat komt niet voor niets. Dat is niet iets wat ze zelf hebben verzonnen. Maar dat is iets wat ze leren door feedback van hun leraren, van hun docenten, hun onderwijzers, meesters en juffen, maar ook van hun ouders. Want we weten bijvoorbeeld uit het onderzoek in Amerika, een rapport uit 2014, dat Amerikaanse ouders de titel is, of het zinnetje, is mijn zoon een genie, dat ze dat 2 keer zo vaak googelen dan is mijn dochter een genie. Dus ze hebben heel erg vaak, meestal ten onrechte, het idee dat hun zoon een genie is. Veel minder vaak dan dat ze denken dat hun dochter een genie is of heel erg intelligent. Ze googelen trouwens ook 2 keer zo vaak, is mijn dochter te zwaar? En veel minder vaak is mijn zoon te zwaar. Terwijl eigenlijk veel meer jongens overgewicht hebben in vergelijking met meisjes. Dus dan zie je dat de manier waarop ouders omgaan met hun kinderen, de verwachtingen die ze hebben, ja, dat heeft natuurlijk gevolgen. Inmiddels weten dat we zitten bij college 5. En als we iets hebben geleerd op dit moment, is dat het de verwachting van anderen gevolgen hebben voor het gedrag van jouzelf. Dus als jij omgaat met mensen, met ouders, met leraren die denken dat jij niet zo slim bent, dat je niet zoveel capaciteiten hebt, dan word jij ook niet geprikkeld en dan ga je je ook minder goed ontwikkelen. Tegelijkertijd is het wel heel erg belangrijk om op te merken dat meisjes wel vaak worden geprezen voor hun doorzettingsvermogen. Van hier heb je echt hard aan gewerkt, dat heb je echt goed gedaan. En dat is wel heel erg positief. Dus het werkt eigenlijk beter om mensen te prijzen om het doorzettingsvermogen. En misschien is dat dan ook wel de verklaring dat meisjes het eigenlijk heel erg veel beter doen, op school dan jongens. Dus als je kijkt naar de cijfers, is er geen enkele reden om aan te nemen dat meisjes minder slim zijn dan jongens. Want ze halen eigenlijk vaak hogere cijfers. Nou, los van geslacht speelt cultuur ook een rol. Zelfvertrouwen verschilt van cultuur tot cultuur. En in het algemeen is het zo dat mensen in collectivistische culturen, dat ze een lager zelfvertrouwen hebben in vergelijking met mensen in een individualistische cultuur. Best interessant, toch? Hoe zou dat nou komen? Vinden ze zichzelf minder de moeite waard? Of zijn er andere redenen? Nou, het blijkt dat er 2 belangrijke redenen zijn waarom dat zelfvertrouwen nou zo hoog is in individualistische culturen. De eerste reden hiervoor is dat in individualistische culturen mensen het heel erg belangrijk vinden om zelf succes te hebben. We hebben het eerder gezien, mensen in individualistische culturen zijn heel erg bezig met hun persoonlijke identiteit. Dus of ze zelf slim zijn, of ze zelf grappig zijn, of ze zelf leuk zijn. Dus hun eigen zelfvertrouwen, hun persoonlijke zelfvertrouwen is heel erg belangrijk. Ze geven daar heel veel om en ze zijn dus ook heel erg veel bezig met het verhogen van hun eigen waarde. Terwijl in collectivistische culturen is dat persoonlijke zelf, die persoonlijke identiteit, is helemaal niet zo belangrijk. Dus of jij nou zelf heel erg goed bent, ja of nee, jouw persoonlijke eigenschappen heel uniek zijn,
Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker hoe het gaat met de groep. Of het goed gaat met je gezin, of het goed gaat met jouw dorp en de mensen in jouw familie. Dus ja, zelfvertrouwen is gewoon niet zo belangrijk in collectivistische culturen. En daarom is het ook wat lager. De tweede reden dat zelfvertrouwen hoog is in het Westen, in individualistische culturen, is dat het ook actief verhoogd wordt in die culturen. Lees maar eens mee met dit versje wat Amerikaanse schoolkinderen regelmatig zingen. I am special, if you look you will see. Someone very special because it's me. Dus kijk eens hoe bijzonder je bent. Kijk eens hoe speciaal je bent. En dat actief verhogen van het zelfvertrouwen, dat heeft dus ook zijn weerslag op die kinderen die zichzelf ook allemaal als heel erg slim en ja, heel erg hoog zelfvertrouwen hebben. Er is zelfs ook uit onderzoek gebleken dat voor immigranten geldt dat hoe langer ze in de Verenigde Staten worden, hoe hoger hun zelfvertrouwen wordt. En dat zelfvertrouwen van immigranten ook van generatie op generatie groeit. Dus dan zie je echt dat het invloed heeft, die situatie waar mensen zich in bevinden. Dus als ze naar een andere cultuur gaan, dat het ook zijn weerslag heeft op het zelfvertrouwen. Nou, hoog zelfvertrouwen, dat is dus iets wat we allemaal willen. Maar is het ook zo dat we een zo hoog mogelijk zelfvertrouwen willen? Nou, misschien niet, want dan ga je een beetje schurken tegen het narcisme aan. En narcisme is misschien een karaktereigenschap die jullie wel kennen, maar ik zal nog even een definitie geven. Narcisme is eigenlijk de combinatie van buitensporige eigenliefde, dus je vindt jezelf echt heel erg leuk, egocentrisme en een gebrek aan empathie voor anderen. Dus je vindt jezelf heel erg leuk, je bent heel erg op jezelf gericht, maar je bent niet zo empathisch naar anderen. En dat is geen mooie kwaliteit. En narcisme heeft heel veel negatieve gevolgen. Het leidt bijvoorbeeld tot minder succes op werk en op school. Mensen die narcistisch zijn hebben een grotere kans om agressief te zijn en gewelddadig gedrag te vertonen. En hebben ook eigenlijk een onvermogen om hun relaties te beschermen en te onderhouden. Als je alleen maar met jezelf bezig bent, ben je geen leuke partner, ben je geen leuke vriend. Dus ja, dan is het ook heel lastig voor die mensen om hun relaties goed te houden. En dat is natuurlijk wat we uiteindelijk allemaal willen. Nou, een hogere staat van narcisme is dus niet iets wat we graag willen. Maar misschien is dat wel iets wat jou een beetje alarmeert als ik nu tegen jullie praat. Want ik ben me heel erg bewust dat ik tegen een generatie praat die ook wel eens wordt omschreven als Generation Selfie. Officieel zijn jullie Gen Z, tenminste jullie. Ik generaliseer een beetje. Ik verwacht dat jouw geboortedatum ergens tussen de 1995 en 2010 is. Klopt dat? Nou, als dat zo is, dan hoor jij dus bij Gen Z, Generation Z. En dat is de eerste generatie die zich geen leven meer zonder het internet kan voorstellen. Die dus eigenlijk altijd gewend zijn om met internet bezig te zijn en met social media en met het presenteren van zichzelf via social media. En dat doen we dan ook allemaal massaal. Als je bijvoorbeeld googelt how to make the perfect selfie, dan krijg je bijna 20 miljoen hits in een halve seconde. Dus dat hebben al heel veel mensen opgezocht. En we zijn eigenlijk allemaal heel erg bezig dus met onszelf zo positief mogelijk presenteren naar de wereld. En ja, zo flatteus mogelijk. En de hele wereld draait eigenlijk om ons. Een vraag die je jezelf kan stellen is, heeft ons dat ook egoïstischer gemaakt? Of misschien zelfs wel narcistischer? Nou, sommige populaire media sites die willen je dat wel laten geloven. Kijk maar eens mee. Generation Selfie, how all this posing and pouting has turned us all into narcissists. The selfie syndrome. Social media is making us narcissistic. And what social media and the selfie generation did to my teenage daughter. Nou, dat willen we allemaal natuurlijk weten. Dus volgens de populaire media zijn we allemaal narcistischer geworden. Hoeveel is daar nou eigenlijk van waar? Nou, in het boek wordt dat ook omschreven en dat komt eigenlijk niet zo'n heel erg leuk bericht. Namelijk dat wel klopt. Hier zie je een grafiek die je ook in je boek ziet staan. Dit is de gemiddelde score op de narcismeschaal van Amerikaanse universiteitsstudenten tussen 1980 en 2007. Dus je ziet hier dat er eigenlijk best wel een steady trend omhoog is. Mensen worden steeds narcistischer. Maar voordat we dit generaliseren naar onszelf, is het wel belangrijk om je te realiseren dat dit Amerika is. En het zou nog eens wel eens zo kunnen zijn dat het heel anders is bij ons. Zo blijkt uit een vrij recente meta-analyse die is uitgevoerd in Canada en Australië, dat het eigenlijk wel meevalt dat narcisme helemaal niet aan het stijgen is. Dat het eigenlijk best wel stabiel blijft al een hele tijd. Dat toenemend narcisme is misschien helemaal geen wereldwijde trend. En zelfs in culturen die heel veel overeenkomsten vertonen met Amerika, blijkt dat niet zo te zijn. Nou, dit zijn geen cijfers uit Nederland. Dus ik ben best wel benieuwd eigenlijk wat jij zelf denkt. Denk je nou dat mensen in Nederland ook narcistischer zijn geworden of in Europa? Of denk je dat het allemaal wel meevalt? Nou, dit is het einde van dit gedeelte van het college.